Hoofdstuk 25, les 6, de bijzondere zetten. Dat zijn er drie in het schaakspel. Ik heb er één beschreven, de promotie. En dat is daar waar de pion de overkant van het bord bereikt. Hier bereikt deze pion de overkant van het bord en promoveert tot één van deze vier stukken. Het kan kiezen. De dame, de toren, de loper, het paard. Geen koning, niet toegestaan en ook moet de pion van het bord. Meestal wordt het sterkste stuk gekozen. Kom ik later nogmaals op terug. Pion promoveert tot dame. Ook deze pion staat op promotie en kan bijvoorbeeld kiezen voor een paard. Het is niet verplicht om tot dame te promoveren. Geen koning echter. Een bijzondere zet. De promotie gaat over de pion en ook deze bijzondere zet. De en-passant-regel heeft te maken met pionnen. We gaan eerst even naar de rocade, iets wat ingewikkelder. En heeft niet met de pion te maken, met twee andere stukken. De rocade is een zogenaamde 2-in-1 zet, waarbij altijd betrokken zijn koning en toren van één kleur. En daarbij gebeurt er dit. De koning gaat twee velden horizontaal opzij en de toren komt er aan de andere zijde naast te staan. Dat gaan we zien op het bord. Lijkt mij duidelijker. Hier zien we koning en torens van één kleur, van beide kleuren. En nu is de regel, normaal gesproken mag de koning alleen maar één veld alle kanten op. Maar we hebben het hier over een zogenaamde bijzondere regel, de rocade. En dan moet je wel eerst de koning spelen. En dan komt de toren er aan de andere zijde naast te staan. Dit heet de ingewikkelde zet rocade. Er zijn twee soorten rocades. Je moet wel eerst de koning spelen, want anders zou het zo kunnen zijn dat de tegenstander denkt van je wilt eerst de toren spelen en dan moet je die toren zetten. Maar je moet altijd eerst bij de rocade de koning spelen, want de koning mag niet twee zetten vooruit of alle kanten op, maar één veld. Dus met deze zet, dan maak je duidelijk dat je wilt rokeren. Er zijn wel eens discussies over. Twee soorten rocades, de korte en de lange. Kort, dat is de koningszijde en lang is de damezijde. De korte heb ik net laten zien, hier. Maar de koning mag ook lang rokeren en opnieuw gaat het dan over twee zetten, horizontaal. Nu deze kant op. En dan komt de toren van hieruit aan de andere kant naast de koning te staan. Dus we herhalen. Dit is de korte rocade. En dit is de lange rocade. Beide zijn toegestaan. Zwart mag dat ook. Zwart mag dat ook. Zwart en zit. De korte rocade en de lange rocade. Dus eerst voor de koning twee zetten horizontaal. En de toren, de desbetreffende toren, komt er aan de andere kant naast te staan. Dat is de rocade, kort en lang. We gaan naar de uitzonderingen, want je mag niet altijd rokeren. En dan wordt het wel wat lastiger om te begrijpen. Nou, deze is makkelijk. We gaan naar de koning heeft gespeeld. Nou, de koning heeft gespeeld. Welke zet ook. Als de koning een keer heeft gespeeld, dan mag er niet meer worden gerokeerd. De koning heeft gespeeld. Dat is de meest duidelijke regel. De koning heeft gespeeld. De toren heeft gespeeld. Ja, welke toren? We hebben twee torens. Deze moet ik hebben. Als deze toren heeft gespeeld, bijvoorbeeld dit eerder gedaan heeft, of een andere zet, maakt niet uit, dan mag er niet meer lang worden gerokeerd. En dat geldt ook voor deze toren. Als deze toren bijvoorbeeld een keer heeft gespeeld, mag er deze zijde niet meer worden gerokeerd. Dat wil zeggen dat de koning mag kort rokeren, zolang deze toren maar niet heeft gespeeld. En andersom geldt het ook voor deze toren. We hebben dus twee torens. Als de koning gezet heeft, dan mag er niet worden gerokeerd. En bij de toren gaat het over welke toren. Dan een hele simpele. De koning staat schaak. Je mag
niet rokeren, op welke manier dan ook, als je schaak staat. Wit staat schaak door de dame hier, dan mag nooit worden gerokeerd. Simpele regel dus, dan ietsje moeilijker. De koning komt na. Moet ik deze hebben? De koning komt na. De rokade schaak te staan. Hier is zwart aan zet. De koning wil rokeren. Maar dat gaat niet. Want als de koning rokeert, komt het in deze loop van de loper te staan. En dat geldt ook voor de lange rokade. Beide velden zijn verboden voor de koning, omdat het schaak komt te staan. Je mag jezelf nooit schaak zetten. Dus je mag niet rokeren als je daardoor schaak komt te staan. Dat is vanwege deze loper. Er zijn precies de velden waar de koning naartoe wil om te rokeren. En dat mag dus niet, want je komt schaak te staan. Dat is uitzondering 4. Dan gaan we naar uitzondering 5. Er staat een stuk. En welk stuk maakt niet uit. Er staat een stuk tussen toren en koning. Dit paard is van de vijand, maar dat maakt niet uit. Wit mag niet rokeren omdat hier een stuk staat. En in dit geval, voor zwart, mag dat ook niet. Ook al is dat een stuk van de eigen kleur. Je mag pas rokeren als dit paard wordt weggespeeld. En ook hier zien we dus een stuk van de vijandige partij. Zwart mag niet lang rokeren. Wit mag wel dit doen. Dus wit mag hier lang rokeren omdat hier verder geen belemmeringen staan. Dus dat is uitzondering 5 bij de rokade. Er staat een stuk tussen de koning en de toren. Van welke kleur ook. Dan de meest moeilijke. En dat gaat over een aangevallen veld. De koning passeert in een veld wat aangevallen staat. Dat hebben we dus hier. De koning wil lang rokeren, hier voor zwart. Maar dat mag niet, omdat hier dit veld staat aangevallen door de dame. Dus de koning mag niet lang rokeren. Mag echter wel kort rokeren. En het gaat om de koning. Deze toren staat wel aangevallen, maar dat maakt hier niet uit. Het gaat om de koning. Zolang de koning niet staat aangevallen of over een veld gaat wat staat aangevallen, dan mag er worden gerokeerd. Hier mag zwart kort rokeren, maar niet lang vanwege aanval. En dan hier hebben we hier voor wit ook zoiets. De toren is niet van belang. De toren komt hier te staan, maar de toren mag over een veld wat staat aangevallen. Ook al gebeurt dat. Het gaat om de koning. De koning kan hier makkelijk langer rokeren, ondanks dat de dame hier dit veld bestrijkt waar de toren overheen moest. Die toren die moet hier naartoe, maar dat maakt voor de toren niet uit. Het gaat om de koning. De koning mag niet over een veld wat staat aangevallen en mag ook niet komen schaak te staan. Het is wat lastig, je moet het oefenen, maar dit zijn de regels dus, de uitzonderingen. De koning heeft gespeeld, de toren heeft gespeeld van de kant waar de koning wil rokeren. De koning staat schaak, nooit schaak staan en ook niet als je schaak komt te staan na de rokade. Een stuk tussen de koning en de toren mag ook niet en de koning mag geen veld passeren wat staat aangevallen door een vijandig stuk. Door een vijandig stuk, dan gaan we tenslotte naar de en passant regel. Dat houden we kort. Dit is simpel de en passant regel. We weten dat de pion in de beginstelling 2 zetten vooruit mag. Dit is een late regel ingevoerd. Stel, de pion wil langs deze pion, maar dat is niet eerlijk, want daardoor kunnen de pionnen elkaar niet bestrijden. Nu mag deze pion net doen. Nu zie je wat er gebeurt. De pion verdwijnt, alsof de pion voor wit dit deed. Hier mag de pion schuin slaan. We weten dat de pion schuin slaat, maar hier is het en passant. En dan is het wel van belang, je mag eenmaal gebruik maken van het en passant recht. Dus als de pion iets anders doet of helemaal niks, dan is het recht op en passant slaan vervallen. Dus de pion kan één keer zo doen en daarna is het over. Dan gaan we naar de beginstelling. Nog even een illustratie vanuit zwart dan. Dit zijn beginzetten.
De pion schuift door. En nu wil zwart dit doen. Ja, en nu zien we wat er ook gebeurt voor wit. Wit kan net zo makkelijk doen alsof deze pion hier zou hebben gespeeld. Dus we nemen deze zet terug. Als deze pion dit zou hebben gespeeld, dan kan het ook schuin slaan. Maar dat geldt ook voor deze zet. Dit heet en passant slaan. En en passant is Frans. Dat gaat over in het voorbij gaan slaan. Tot zover. Lastig genoeg weer. We gaan naar de laatste les van dit hoofdstuk. Notatie en klokken.